Jaap Molenaar. Waar gaan we het over hebben woensdagavond? We gaan het hebben over solitaire bijen. Dus heel veel mensen denken aan de bijen over de honingbij, maar dat is maar één bijensoort. Maar in totaal zijn er wel 358 soorten bijen. Er zijn heel veel solitaire bijen in Nederland die de mensen vaak niet herkennen als bijensoort. Nou, is het jouw beroep eigenlijk hier bij de Bijenstichting, maar wat is er zo belangrijk aan die solitaire bijen? Die solitaire bijen zorgen ervoor dat wij ons voedsel kunnen eten. Dus ik zeg altijd maar 7 van de 10 happen die jij neemt, kun je nemen omdat de bijen de bestuiving van de bloemetjes hebben gedaan. Waardoor allerlei vruchten en kruiden en zaden ontstaan. En daarna zorgen ze ook voor de bevruchting van de wilde plant in Nederland. Dat die ook allemaal zaden krijgen en zichzelf kunnen vermeerderen en in stand kunnen blijven. Het is hard nodig dat er wat meer bekend over wordt. Dat klopt, want meer dan de helft van de wilde bijensoorten die zijn bedreigd. Die gaan in aantal achteruit of zijn al bijna uitgestorven. Dus het gaat gewoon slecht met de bijen. Dat is gewoon heel zorgelijk. Ja. Kunnen mensen er wat aan doen? Ja, dat kan heel makkelijk. Door de juiste bloemetjes in de tuin te zetten. Uiteraard gifvrij, want bestrijdingsmiddelen zijn ontzettend schadelijk voor bijen. Als je gifvrije bloemen erin zet, enkele bloemen, dus waar de bijtjes ook echt in het hart van de bloem kunnen komen, dan kun je al heel veel doen. En bijvoorbeeld ook nog een mooi bijenhotelletje bouwen. Dus dat zijn allemaal dingen die je kunt doen om de bijen te helpen. Oké, nou, daar gaan we het dan woensdagavond, aanstaande woensdagavond, van 8 tot 9 uur op AFM over hebben. Welkom. Ja, hartstikke leuk. Helemaal zin in.